Diep zat, Jan. Ja. Ja, groenwiegen is een actie om een wiegen groener te maken. En dat proberen we te doen door het tegelwippen. Mensen een tegel uit hun tuin te laten halen en daarvoor in de plaats een plantje aan te bieden. Om zo wat meer ruimte te geven om het water, zoals nu ook naar beneden komt, in de grond te bergen. En niet weg te laten lopen via de riolering. Ja, je ziet wat ze cadeau krijgen. Ze kunnen zich aanmelden voor een tuinplant, een struik, een boompje, vaste plantjes. En die kunnen ze tegen inlevering van een tegel krijgen ze een plant cadeau of een boompje zelfs cadeau. Ik heb een tuintegel meegenomen. Zo'n 30x30 straattegel. Die lever ik zo in. Daar is nu dus ruimte in de tuin om plantjes neer te zetten, bloemetjes. We hebben ook een moestuin. Nou, die gebruiken we al. Eigenlijk daar lagen die tegels niet, maar in het pad wel. En dan hebben we wat meer ruimte om het regenwater op te vangen. De inwoners van gemeente Wiegen zijn erg enthousiast over de actie. Nou, ze doen al van alles en nog wat, maar alle beetjes helpen. Dus ik vind het wel goed dat ze zich daar mee bezighouden, zeker. Ja. Om mensen bewust te maken dat groen belangrijk is. En niet alles voldouwen met bestrating enzovoorts. Maar planten, heel belangrijk voor de natuur en alles. Ja, heel belangrijk. Ja, ik vind het mooi en leuk dat ze het doen. Ja, zonder meer. Aan verspilling doet de gemeente niet. De ingeleverde tegels worden hergebruikt. Ja, die tegels gaan terug naar de werf. Gaan op de stapel om te kijken van, kunnen we ze nog ergens hergebruiken. Circulair. En als ze niet gebruikt, dan zullen ze ongetwijfeld versnipperd worden of vergruisd worden, zeg maar, om weer ergens als een onderlaag gebruikt te gaan worden. Deze meneer heeft geluk gehad. Hij krijgt twee boompjes mee om thuis te planten. Ja, eigenlijk om het feit, ik ben eigenlijk de transporteur, maar ik heb hier twee bomen gehaald. Waar mijn vrouw denk ik wel veel plezier van heeft.